Goedemorgen, kijk naar het weerbericht van vrijdag 26 april. In het noorden en oosten van het land is veel bewolking aanwezig en in het noordoosten valt ook af en toe nog wat regen. Elders zijn er ook opklaringen en laat de zon zich zien. In de loop van de ochtend trekt de regen weg en gaat het ook in het noorden en oosten wat meer opklaren. De temperatuur ligt vanochtend zo rond de 11 graden, vanmiddag wordt het in een groot deel van het land 16 tot 17 graden. De zon laat zich zien en er ontstaan stapelwolken en in het zuidwesten van het land kan er later ook een enkele ontwikkeling komen. Ook vanavond kan met name in het zuidwesten van het land nog een bui vallen. Maar elders is het toch wel overwegend droog en rustig weer. Er waait een matige zuidwestenwind en als de zon ondergaat is het een graad of 13. Ook vannacht blijft het droog, maar aan het eind van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En morgenochtend trekt die regenzone over het land tijdens Koningsdag. Het gaat dan ook weer opklaren, maar in de middag vallen er weer een aantal buien. Het wordt hoog uit 11 tot 13 graden en er staat een stevige Zuidwestenwind. Ook zondag is het nog wisselvallig. Vanaf maandag zien we duidelijk weer herstel. Komt de zon vaker tevoorschijn en gaan de temperaturen omhoog. Het wordt maandag en dinsdag zo'n 15 tot 16 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.